De start is gevallen. Stepper de Waan, de binnenkant is aardig weg, maar sneller is Topas Literal en die gaat de leiding nemen. Topas Literal, Stepper de Waan, galopaat aan de buitenzijde van de nummer 6 en dat is Roste Bonnetje. Uitgeschakeld, nummer 6 galop. Paarden gaan de eerste bocht in, Topas Literal, daarachter op de tweede plaats ligt Stepper de Waan. Jan van Dooijenweert gaat al een spoortje naar buiten, want Stepper de Waan moet je niet op een ruggetje in het veld gaan rijden. Dan kun je beter doorrijden, maar hij springt weg, Stepper de Waan. Galopaarden van Stepper, maar hij loopt ook gelijk weer. Afgelopen vrijdag in Gelsenkirchen won Stepper de Waan met een startfout uit de banden. Vandaag gaat hij weer opnieuw aanzetten. Dat maakt hem weinig uit, maar Topas Literal blijft voorlopig de leider. Topas Literal op de tweede plaats daarachter volgt paard nummer 4 en dat is Titanium Peneme. En aan de buitenzijde komt Roste Kos naar voren. Stepper de Waan gaat er gelijk achteraan. Dan Tonio de Marens. Dan Scoopstar zit vast aan de binnenkant. Buitenkant daarnaast is het Returgo. En zo gaan de paarden de rechterbocht weer in. Leiding wordt daar overgenomen door Roste Kos. En als Roste Kos de draf er één keer onder heeft, de laatste keer had hij die net niet, maar toen ging die wel heel hard, dan is die van kop af lastig te beschieten. Roste Kos ligt vooraan. Roste Kos. Tweede plek voor Topas Literal. De buitenzijde komt Titanium Peneme naar voren. Achter hem aan gaat in de tweede spoor Stepper de Waan. Daarachter aan de relingzijde Tonio de Marens. Scoopstar is naar het tweede spoor gegaan. Binnendoor gaat u naar voren. Onze Belgische gast, en dan moet ik even kijken, dat is paard nummer 7 in dit geval. Dat is Super Tino met Laurent Bizou. En daarachter in het tweede spoor ligt Returgo. Zo gaan de paarden zometeen weer de rechte lijn voor de tribune inkomen. Tempo is een beetje uit de koers, maar Roste Kos leidt nog wel. Roste Kos op de tweede plaats, Topas Literal. Daarachter op plaats 3 aan de buitenzijde is het nog altijd nummer 4, Titanium Peneme, die probeert naar de leider toe te lopen. Daarachter ligt Stepper de Waan. En die komt al een half spoortje van de reling af. Het gaat Stepper eigenlijk te langzaam. En daar komt Stepper aan door het derde spoor. Stepper de Waan plaatst weer een aanval. En komt nu. Oeh, en dan springt hij weer weg. Uitgeschakeld nummer 1, 1 galop. Blijft een apart heerschap, deze Stepper de Waan. En er gaat nog een andere deelnemer in het enthousiasme van de benen. Uitgeschakeld nummer 7, 7 galop. En zo houden we precies 6 paarden over. Roste Kos nog steeds aan de leiding. Roste Kos gaat de rechterbocht in. Tweede plaats aan de relingzijde Topas Literal krijgt een koers op maat. Daarachter Titanium Peneme. Daarachter aan de relingzijde zit Jens Holgers samen met de handen vol achter Tonio de Marens. Dan Scoopstar die een veel fittere indruk maakt dan afgelopen vrijdag in Gelsenkirchen. Veel gemotiveerder. En daarachter ligt Returgo. De goede paarden zijn er nog bij, dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, ze moeten nog 700 meter. En daar komt een aanval uit de start van het veld van Returgo. Gaan andere paarden mee, ook Scoopstar gaat naar het derde spoor. Gebeurt allemaal achter de rug van Stefan Schoonhoven met Roste Kos, die gaat versnellen. Roste Kos versnelt, neemt Topas Literal mee. Op de derde plaats ligt inmiddels Scoopstar. Driedik gaat aan de buitenkant, Returgo. En de kortste weg binnendoor neemt Tonio de Marens. Dat is voorlopig de snelste weg. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Roste Kos gaat vooraan. Roste Kos, daarachter Topas Literal, die wacht op ruimte. Krijgt die ruimte voorlopig nog niet. Aan de buitenzijde daarnaast gaat nog altijd Scoopstar mee. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daar komt de ruimte voor Topas Literal. Maar het is nog altijd Roste Kos die leidt. Daar komt ook Tonio de Marens aan. Jens Holger Swarma aan de buitenzijde gaat het proberen. Maar het is Schoonhoven die het net als de vorige keer als eerste tot de streep gaat halen. Roste Kos, maar nu draaft hij wel. Tweede plek daarachter is voor Topas Literal. En de derde plaats, Tonio de Marens.